Wow, yo, what the fuck? Oh my god, voor wie zijn al deze dan? Oh yeah. Kunnen jullie met mij meekomen, please? Yo mensen, welkom bij weer een nieuwe Project Mother Earth episode van OxyNL. Jongens, allereerst een paar dingetjes. Ik hoop niet dat jullie worden afgeleid door al het geluid om mij heen. Ik heb hier achter mij, zoals je waarschijnlijk kan zien, allemaal licht. Heb ik het raam wagenwijd openstaan. Ik heb een ventilatortje naast me. Het is super warm. Het is echt, ik weet niet, echt 30 graden buiten of zo. Maar ik wil toch voor jullie een episode opnemen. Dus jongens, weet weer even wat ik voor jullie over heb. Maar dat dus. Ik sta hier bij de Enchanted River, als het goed is. Hier was dat. Hier ergens terug was dat kleine... wat was het? Even kijken. Dat elfenhuisje waar ik dus Henry was. Dat Henry was dan dat hertbeest. Ik weet even niet hoe het heet. Maar die is dus weg. Henry is weg. Het was... Oh shit. Nee. Oh god. Oh, are you serious? Nee. Oh, ik heb wel een pickaxe. Oké, we gaan eruit. Maar het was... Oh, ik zit ook in game mode. Oeps. Wat de hel? Oh, dude, nu krijg ik ineens dikke effecten van het water. Oké, goed begin van de episode. In ieder geval, het was dus blijkbaar de bedoeling dat ik Henry mee zou nemen. Want Henry is blijkbaar een heel sterk beest. Dus die gaat niet snel dood. Hij was wel heel sloom. Gaat dit nog weg? Oh, god. Hij was wel heel sloom. Maar ja, Henry is dus weg nu, dus ik kan het niet gebruiken. Mijn paard is ook weg, want ik heb in de tussentijd heb ik natuurlijk ook andere dingen gedaan op de server. Maar jongens, het maakt niet uit. Ik ben eventjes in game mode, ben ik even teruggevlogen naar het Uruk-kamp daar. Ik bedoel, daar dus. Helemaal verder weg was een Uruk-kamp. En daar was ik toen doorheen gerend, heel snel. En ik ging eens even checken in game mode om te kijken of ik niet iets belangrijks gemist had voor de quest. Weet je, moet ik wel even weten. Maar er was dus niks belangrijks. En hier, jongens, hier verderop staan allemaal Mordor-orks. En daar was een soort van klein... altaartje leek het wel van, van de elfen. Dus ik heb daar ook alvast even gespiekt of er iets was. Maar jongens, ik zag geen chest. Oh, daar is mijn paard trouwens. Dat zie ik nu wel. Maar er was geen chest daar. Dus op zich... Jongens, kunnen we hier ook gewoon langsheen rennen? Want het is niet belangrijk. Ik wil wel mijn paard hebben. Kom terug. Ja, hij komt dan naar me toe. Ja, ze maken elkaar hier gewoon af. Ze zitten gewoon elkaar hier af te maken. Zagen jullie dat? Ik vind het helemaal prima hoor. Oh jongens. Nu moet ik even rustig doen. Oh god. Oh, nu krijgen we dit weer hoor. Ze komen weer van elke kant en dan ga ik straks weer dood. Nope. Daar heb ik geen zin in. Oké, there we go. Even wat eten. Ik weet niet of ik moet eten, maar blijkbaar wel, want ik stop het wel in mijn mond. Kijk jongens, dan komen we hier. Die gaan we snel doorheen. There we go, want hier zit geen chest. Zien jullie dat? Ik heb het gezien. We gaan weg. Er staat geen chest. Oh, ik ben bijna dood. Snel de heuvel op. Nee, jongens, dat was niet eerlijk. Kijk wat er in de chat staat, dat was niet eerlijk. Er staat, vond ik snel, suffocated in a wall. Ik ben blijkbaar deze boom ingerend en toen stikte ik. Dat is niet eerlijk, jongens. Nee. Maar, ik zie nu wel iets anders tofs en daar ben ik blij mee. Auw, dat was minder chill. Maar we zijn bij de Wood Elves. We zijn bij het goede stukje van Mirkwood, hoop ik. Even kijken hoor, ik moet even op de kaart kijken of dat zo is. Zonder... There we go. Even kijken. Ja, we zijn in het groene gedeelte. Oh, eindelijk. We zijn uit Mirkwood Corrupted, jongens. En nu komen we dus weer bij deze beest. En ik weet niet hoe ze heten. Dit heeft een naam. Het heeft een... Oh, Jesus Christ. Oké, we zijn dus nog niet veilig. Ik ga even deze doen. Oh my god, ik wil niet doodgaan trouwens. Dude, sterf. Please. Ah, Mirkwood Spiders. Weet je, ik ren gewoon erin. Wood Elves, help. Save me, please. Hallo? Mensen? I don't know. Jongens, we zijn in ieder geval bij de Wood Elves. Eindelijk uit het corrupted stukje. Ik hoef nu niet meer zorgen te maken om stomme orks die... Hé, deze boom is omgevallen. Dat is best wel cool. Nice. Nice gedaan. Maar we zijn bij de Wood Elves. Ik weet niet. Zijn er überhaupt al Wood Elves hier? Hallo? Geen Dagohorn of zo? Van die stemmen ineens? Ik weet niet. Nee, ik zie ze niet, jongens. Hier zit wel een huisje. Even... Oh, daar is er eentje. Kijk, dit is onze eerste man. Eerste man die we zien. Hij heet Finarfin. Cannot discern your intentions. You would be wise to leave these lands. Oh, waarschijnlijk heb ik nog niet echt heel veel alignment voor Mirkwood of voor elven. Waarschijnlijk helemaal niks. Kan ik even checken? Welke is dat? Blue Mountains. High Elves heb ik 5. Dit zijn niet echt high elves. Woodlands Realm. Ah, plus 23. Nee, dat is niet hoog. Het was waarschijnlijk wel hoger. Maar ja, de server die heeft dus weer een paar keer gereset. En nu is het weer weg. Nou ja, weet je, het maakt niet uit. Ze doen me in ieder geval niks. Dus op zich ben ik veilig. Maar we gaan gewoon doorlopen. Om de boom heen. Die blijkbaar is omgevallen. Is deze friendly? Nou ja, de elfen die maken hem dus af, blijkbaar. Ik vind... Oh, waarom... Dude, waarom zit hij nog steeds binnen? Dit is niet goed. Dude, dit hoort toch niet? Ik bedoel, hallo? Dude, ik ga nog snel dood ook. Stop! Jesus Christ. Oh my god, dit gaat niet goed. There we go. Op een paard vecht, jongens, is moeilijker dan dat lijkt. Je moet toch wel even... Ik bedoel, je beweegt heel snel. Dus je moet goed kijken wat je doet. Weet je, het maakt ook niet uit. Maar horen er... Waarom ligt hij allemaal... Wat is hier gebeurd, joh? Een klein spinnetje. Kan ik hem raken? Ja, ik kan hem raken. There we go. Maar, oh, dat is een grote. Wat gebeurt hier? Dit hoort toch niet in Mirkwood te zitten? Ik zit gewoon in het groene stuk. Waarom zit hier nog steeds spinnen dan?
Jongens, ik heb geen idee. Of het hoort zo, maar volgens mij toch niet. Maar ik weet niet. Er lag ook heel veel loot op de grond net. Allemaal spinnenwebben en hoe heet het? Arrows en zo. Kijk, hier ook. Wat is hier gebeurd? Allemaal arrows dik ge... Oh. Oké. Ik weet wat er gebeurd is. Oh, damn. Alright, jongens. We zijn dus blijkbaar weer bij een soort ork iets aangekomen. Oh man, het kon ook niet echt even veilig zijn. Ik heb end draft, dus laten we dat maar gewoon gaan drinken. En dan ga ik er gewoon in. Ik moet, ja, eigenlijk moet ik eerst even levens terugkijken. Nou, ik heb het nu al gedronken. Oké, we gaan een beetje schieten eerst van een afstandje. Kijken of we daar iets mee kunnen doen. Hoppakee. Die is nu blijkbaar dood. 3 hits? Zeg dat ze 3 hits nodig hebben. Oké, 3 hits zijn het. Nice. Come on, let's go. Jongens, we gaan door. Ik hoop niet dat ze weer vet snel respawnen zoals die Black Uruk-hais deden. Dit zijn Gundabad orcs, dus ze zijn niet echt sterk. Dus dat is... Oh! Dat is op zich niet zo'n probleem. Oké, ze komen weer van overal nu. Oké, dit zie ik dan. Ik ga... Wow! Dude, dat zijn veel achievements. Holy shit. Ik ga doorrennen. Fuck you. Ik zie een Black Uruk-hai. Ik heb hier geen zin in. Oh my god, wat gebeurt er? Waar loop ik heen? Ik weet niet waar ik heen loop. Ik ga doorlopen. Wat is hier aan mijn hand? Ik zie zelfs Black Uruk-hais hier. Oh, en een brug. Oh my god, wat moet ik doen? Wat moet ik doen? Hey, Wood Elf. Ja, ja, help, 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 help. Nice. Oh yeah, pak ze aan. Kom hier dan. Nice, jongens, we zijn bij Wood Elves. What's up? Hallo. Ik dacht dat dit een brug was van de orks, maar nee, blijkbaar niet. Nice. Dat vind ik heel chill. Wat troep weggooien. Oeh, niet afgaan. Maar even wat troep weggooien, zodat ik even in die chest kan kijken. Hoppakee, heb ik allemaal niet nodig. Oh, dat was mijn lead. Ik gooide mijn lead weg. Oh god, ik ga niet ophalen, jongens. Fuck dat. Maar ik heb hier dus een chest. Even kijken wat erin zit. Barrel Rider by Itholdir, oftewel Jurgen. Oh nice, we hebben Lambus Bed. Ik ben een beetje gek van die carrots. Ik word een beetje gek van die carrots. Maar we hebben dus weer een nieuw boekje, Barrel Rider. Dat klinkt heel tof, dus laten we gaan kijken. Oh shit, wat doe ik? Ik wil dit lezen. There we go. Groet koning Damien, welkom in de Woodland Realm. Helaas waren de orks er eerder. Mijn troepen houden ze hier tegen, maar misschien is het tijd voor een afleiding. Spring in het water en volg in een van de barrels de rivier. Really? Oh my god, jongens, dit is net uit de film. Wauw. Ik heb vernomen dat dit een effectieve manier van reizen is. Na een tijdje zult u een steiger tegenkomen en kan u de weg rustig volgen richting mijn hallen of de grens met de Wilderlands. Oh yeah. Succes, Edeldier, koning van Mirkwood. Succes, Damien. Jongens, abonneer op Edeldier, there we go. Dankjewel, Jurgen. Alright, dus we moeten hier gaan bellriden. Maar welke kant moet ik op? Deze kant op of deze kant op? Ik weet niet welke kant ik op moet, maar stond dat in het boekje? Oh, wacht. Spring in het water en volg in een van de barrels de rivier. Ik heb vernomen dat dit even... Volgens mij moet ik gewoon naar rechts. Ja, ik moet sowieso gewoon naar rechts. Ja, ik moet naar het oosten, dus dat is... Oh nee, wacht. Ja, dit is het oosten. Deze kant op. Oké, dus ik moet in een van de barrels zitten. Oké, paard, kun je even... Oké, mijn paard gaat echt... Hij gaat er echt heel snel vandoor. Hij is echt klaar mee. Oh, er liggen echt barrels in het water hier ook. Oh my god, jongens, dit wordt super tof. Oké, let's go. Let's go. Ik pak deze. Kunnen we er echt in zitten? Ik heb dit nog nooit gedaan, maar wacht. Ik wil kijken, even een lege hand voor de zekerheid. Kun je hierin zitten of niet? Oh my god. Yes, we zitten in een barrel. Ik wist niet dat dit kon in de mod. Ik wist het niet. Ik wist wel dat je die andere barrels had, maar dat is van DecoCraft volgens mij. Dus niet van de Lord of the Rings mod zelf. Maar damn. Yeah, let's go. We zitten gewoon in een ton. We zitten hier gewoon, er is geen stroming of zo, maar weet je, boeien. We volgen gewoon de rivier. En dan moest ik straks bij een soort steiger... Oh, kan ik sturen? Dude, dit ding is niet te besturen, man. Oh my god. Oh, ga naar rechts. Ga naar rechts. Nee. Oh, dit ding... Kan ik dit besturen? Hallo? Stop, 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 stop. Nee, stop. Barrel. Oh, okay, hij gaat niet kapot. Oké. Hoe bestuur je dit ding? Ik weet niet hoe je dit ding bestuurt. Ik kan niet met... Oh, nee. Het kan niet echt met de knopjes. Het kan... Oh my god, jongens. Maar ja, wat verwacht je? Hoe wil je een ton besturen? Oké, het zal wel. Hé, kijk. Volgens mij moeten we hier zijn. Dit lijkt op een soort steigertje. Laten we hier weer aan land gaan. Kan ik iets naar links? Iets naar... Ja, kijk. Oké, het lukt wel, jongens. Het lukt half. Oh, pas op. Oeh. Volgens mij zijn deze dingen ook gewoon niet kapot te krijgen. Dit is gewoon beter dan een boot. Jongens, we nemen voor de volgende keer. Als we weer iets moeten oversteken of zo, nemen we gewoon een barrel. Geen boot. Boten zijn voor noobs. Alright, nice. Nu komen we dus hier. Is dit paard voor mij? Ik denk het wel. Hartelijk bedankt. Hoe kom ik hierin? Mag ik mijn paard? Moet ik het hier zelf open gaan maken ook? Oké. Nou, ik kan er overheen springen, denk ik. Wat is hier? Welkom bij Itholdir. Weer bij Jurgen. Alright, let's go. Goed, koning Damien. Neem dit paard en reis zo snel mogelijk naar mijn hallen. Vanaf daar kunt u uw reis voorzetten of even rusten en eventueel wat troepen lenen. Oké. Wie weet kruisen onze paden Itholdir, koning van Mirkwood. Alright. Dit paard is voor mij. Thanks. Mag ik erop? There we go.
heeft nog geen naam. Ik heb ook geen zin om hem naam te geven. There we go. Dus jongens, nu moeten we reizen naar Thranduil's Halls. En dat ligt daar. En ik heb het al een keer in de server tour laten zien. Dat stukje. En het zag er heel tof uit. Hallo. Dus ik ben heel benieuwd, jongens, wat daar ons te wachten staat. Dus we kunnen ook troepen lenen. Ik weet niet hoe dat gaat werken, maar we kunnen dus troepen lenen van Jurgen. Dan kan ik Root Elves huren. Ik denk niet dat dat kan, omdat ik dus te weinig alignment heb. Maar jongens, wie weet. Wie weet kan het wel. Kijk jongens, die beesten bedoel ik, maar ik weet niet hoe dat heet. Weet iemand hoe zo'n hertbeest heet? Zo'n hertbeest. Het lijkt op een hert, maar het heeft een naam. Het heeft echt serieus een naam. Ik hoorde iemand praten of zo. Elk? Heet het een elk? Oh, het is een elk. Is het serieus een elk? Ik dacht dat het echt een Lord of the Rings iets naam had of zo. Maar blijkbaar zijn het dus elks. Of een elk. Elken. Ik weet niet hoe je het moet zeggen. Maar oké, een elk. Dan weten we dat ook weer. Ik dacht serieus dat het een of andere middeleeuwse fantasy naam had of zo. Maar een elk is toch ook gewoon een beest in het echt. Een elk is gewoon gewoon zo'n groot beest. Jongens, ik ben een beetje in de war. Het zal wel. Maar we gaan sowieso niet op een elk reizen. Want elken zijn echt super sloom. Nog naar die ene die ik had dus. Dat was Henry. Even kijken, moeten we deze kant op? We moeten naar het oosten, dus dat is deze kant op. There we go. Jongens, we gaan gewoon naar Thranduil's Halls. En we kunnen daar even rusten misschien. Of misschien eventjes niet. Dan zien we als we er aankomen. Maar jongens, ik wil nu even ergens anders over praten. Ik heb namelijk al op het forum gezet. Dus als je dat volgt, had je dat al gezien. En op Twitter, op het Twitter-account van Project Mother Earth. Dus Project ME, YouTube. Ik bedoel YT. Maar daar heb ik dus opgezet dat binnenkort, jongens, als mijn quest hier eindigt. Als ik dus in Erebor ben en als we dat allemaal hebben gehad. Dan eindigt Project Mother Earth seizoen 1. Misschien wisten jullie niet dat we met seizoenen werken, maar dat is dus wel zo. Project Mother Earth seizoen 1 gaat dus, ik weet niet hoe lang het nog gaat duren, dus maak je geen zorgen. Het kan nog zo 2 weken, of misschien nog wel langer dan 2 weken duren. Ik heb geen idee. Ik weet niet hoe lang de quest nog duurt. Nou, dat zullen we dus zien. Maar dan stopt dus Project Mother Earth seizoen 1. En dan gaat de server even tijdelijk dicht voor de spelers. De bouwers en zo kunnen er dan wel op. En dan gaan we het klaarmaken voor seizoen 2. En in seizoen 2... kun je de shop gebruiken, dus /shop. Dit gaat dan allemaal open. Dan kun je gold verdienen. Dan zullen er dungeons zijn waar je raid bosses kan verslaan. En de classes komen dan waarschijnlijk ook. Die zijn waarschijnlijk in beta. Dus zeg maar dat je archer of warrior of zo kan worden. Of mage. Ik weet niet, mage? Ja, dat ga ik waarschijnlijk wel in doen. Dat is wel cool. Maar dat komt dus allemaal in seizoen 2. Dus dan gaat de server dicht. Dan stopt de serie dus ook tijdelijk. Ik weet niet hoe lang. Ik wil het eigenlijk niet te lang dicht houden, weet je. Want het is wel mijn best bekeken serie op mijn kanaal. Ik bedoel, ik ben gewoon eerlijk, maar dat kunnen jullie natuurlijk ook zien. Dus ik moet even kijken hoe lang dat dicht gaat. Ik kan misschien ook gewoon in de tussentijd, dus als Project Mother Earth seizoen 1 stopt, kan ik misschien gewoon in een singleplayer wereld doorgaan. Dat is eigenlijk ook wel even leuk, hè jongens. Even nostalgie. Gewoon even, dan kunnen jullie bijvoorbeeld challenges voor mij verzinnen of zo, die ik dan kan doen. Ik weet niet. Ik zit trouwens even te denken, hè jongens. In dat boekje stond voortzetten naar mijn hallen. Reis zo snel mogelijk naar mijn hallen. Dat stond in het boekje. Ik zit te denken, hè. Volgens mij moet ik gewoon fast travelen. Ik denk serieus dat hij bedoelt dat ik moet fast travelen. Volgens mij bedoelt hij dat. Ik moest even tussendoor, jongens. Volgens mij moet ik dat doen. Dus laten we dat gewoon doen. We gaan gewoon fast travelen naar de Thranduil's Halls. En dan zullen we vanaf daar al zien. Maar jongens, even samengevat dus. Seizoen 1 eindigt binnenkort. Ik kan niet precies zeggen hoe lang dat nog duurt en hoe lang die dicht is. Maar als jullie al ideetjes hebben wat ik dus kan doen als ik... Oh, mijn paard is hier. Maar wat ik dus kan doen als ik als de server dan tijdelijk dicht is. Dus in de singleplayer wereld doorgaan of zo. Laat het dan vast even weten in de reacties. Weet je, kan ik me een beetje voorbereiden erop. Dus als jullie dat voor mij willen doen, zou dat heel chill zijn. Alright, we hebben hier weer een chest met succes. Ook van Jurgen. En daar staat in. Koning Damien, vervolg vanaf hier uw reis of uw weg naar Erebor. Of kom langs bij de hallen en neem eventueel wat elfenstrijders mee om u te beschermen. Gegroet, Eteldier, koning van Birkwood. Dankjewel, Jurgen. Alright, jongens. Even kijken, hoe kom ik hier uit? Gewoon zo. Mag ik mijn paard meenemen? Oh. Oké, dus we kunnen of links, dat is naar Erebor. Dus dat is deze kant op. Of rechts, en dat is naar Thranduil's Halls. Oh, ik ben stiekem toch wel benieuwd. Ik heb het al in een Surf Tour video gezien. Ik weet niet of er heel veel veranderd is. Maar toch. Ik weet niet, man. Maar kan ik hier uitlopen met mijn paard? Ik kan niet met mijn... Jongens, ik wil mijn paard meenemen. Ik mag er niet uit. Oh god. Jurgen, ik wil niet slopen. Maar ik kan mijn paard niet meenemen. Huh? Wat de hel doet? Oh, dat is zo'n banner protection zeker. Die komt even naar boven zetten. Doet hij soms. Ik weet niet waarom dat zo is, maar dat gebeurt soms. In ieder geval, jongens, ik denk dat jullie ook willen dat ik naar Thranduil's Halls ga. Dus oké, vooruit. Er is nu alleen niemand van Mirkwood online.
Maar dat maakt niet zoveel uit. Ik kan denk ik ook geen elfenstrijders huren dan. Want ik heb niet genoeg alignment. Maar aan de andere kant, weet je. Ik had daar wel alignment voor. Aangezien ik dus... dat ziet er zo tof uit allemaal. Damn. Maar aangezien ik dus de server een paar keer is gereset. Dus eigenlijk heb ik denk ik wel genoeg alignment ervoor. Maar ja, dit is dus een archer iets. Dit ziet er tof uit, man. Kijk dit, jongens. Oh my god. Wauw. Ik hou van deze stijl. Gewoon lekker met heel veel hout en zo. Moet elfachtig. Moet natuurlijk ook. Huis van Danny. Oh, dat is trouwens... ja, nice. Wat staat hier? Banner hier. Oh, hier zit dus die banner protection onder. Alright. Dus dit is een huis. Even kijken, hoe ziet een huis er dan van een afstandje uit? Dat vind ik echt heel tof gedaan. Gewoon een beetje... ja, hoe noem je dat? Beetje een keer wat anders dan gewoon een huis met een dak en zo. Dit is gewoon echt tof. Ik weet niet of ik hier in mag kijken trouwens, maar... Oh. Oké, weet je, ik ga er niet in kijken. Dat mag ik niet doen. Jongens, ik ben hier alleen maar om te reizen. Sorry, Murkwood. Val me alsjeblieft niet aan. Maar oh, yeah. Oh yeah, jongens. Trendwheels Halls right there. Oh my god, jongens, we zijn er. We zijn er. Nice. Wat staat hier? Een bar. Tim. Torenpimp. Oh, dit is waarschijnlijk zo'n to-do huisje of zo. Of een to-do bordjes. Nice. Wow, yo, what the fuck? Oh my god, van wie zijn al deze dan? Oh yeah. Kunnen jullie met mij meekomen, please? Oh my god, dit is zo tof. Dik legertje gek. Oh, nice. Maar jongens, hier zijn Trendwheels Halls. Ik loop er even heen. En dan ga ik, natuurlijk, jullie kennen mij, ga ik daar de episode eindigen. Omdat er natuurlijk een klein beetje een cliffhangertje moet komen. Ga ik in de volgende episode dus kijken of ik units ga huren hier. Even kijken hoe ik dat ga doen. Maar jongens, oh my god, het ziet er zo tof uit. Ik hou van Murkwood, man. Echt serieus. Dit is misschien wel, ja, sowieso na Erebor is dit dan mijn favoriete plek om te zijn. Oh yeah, en kijk dit. Hier heb je dus zo'n zwaardje. Wat kun je hier doen? Oh my god, training dummies. Je kunt hier gewoon serieus slaan. Oh yeah. Oh, ik wou hem niet slopen. Oh, sorry. Jongens, ik ga hier de episode eindigen. Dus in de volgende episode gaan we kijken wat we hier nog kunnen doen. Units huren misschien. We zien wel. In ieder geval, jongens, bedankt voor het kijken naar deze episode. Als je het leuk vond, druk op dat blauw duimpje omhoog. Laat dus in de reacties alvast weten wat ik eventueel zou kunnen doen als Sporting for the Earth dus even op pauze gaat, jongens. Ik lees al jullie ideetjes al. In ieder geval, jongens, bedankt voor het kijken. Nogmaals, blauwe duimpjes, bla bla. Jongens, ik check jullie later weer bij een nieuwe episode. Jongens, het enige wat ik nog ga zeggen is, later.